gaan een heel mooi theaterseizoen tegemoet. En daarnaast gaat u vanavond natuurlijk daar een aantal hele fijne previews van zien. Veel succes en plezier ook vanavond. En jullie natuurlijk met je prachtige programma's. Dankjewel. And I will tell our friends we've been waiting. I could love them time and again. And Paris will be Garden of Eden. Here we find our own peace of mind. Als de eerste in Nederland in de ruimte. Het nieuwe droom over duurzaam gebruik van de aarde. Kreeg helaas te weinig tijd om die tweede missie af te ronden. Our Earth has cancer. And most people with cancer, they die. Ja, het is een show over Wubbo. Wubbo Ockels, die komt hier natuurlijk vandaan. Hè? Is geboren in Almelo. Dus we zijn hier ook voor de première. Dit is de eerste keer dat we een preview geven van onze show. Dat kan natuurlijk nergens anders dan hier. Het is een show over zijn leven, maar vooral over zijn droom. Als astronaut heeft hij de aarde kunnen zien van een afstand. En dan zie je eigenlijk als eerste en als beste hoe het ervoor staat met de aarde. Hij is daar zo door geraakt dat de rest van zijn leven is hij bezig geweest met het redden van de aarde. En wij zetten zijn levensverhaal voort. Maar een wethouder uit Ude hier in Almelo, hoe dan? Wat een eer, hè? Dat is fantastisch. Ben je voor de liefde naartoe gegaan? Nee, om te studeren. Om te studeren en toen de liefde gevonden en toen gebleven? Of ben je nog steeds uw liefde aan het zoeken? Nee. Oh, daar is hij die er lang zit. Sorry. Leuk. En hoe lang is het al jouw liefde? Hoe lang is zij al jouw liefde? Al meer dan 30 jaar. Meer dan 30 jaar? Hoe lang doet er nog? Nog 30. Ik denk dat dit de laatste optreden hier al nodig is. Bedoel ik meer zij dan ik, is een enorme, eigenlijk de allergrootste George Michael fan van Nederland. Een aantal jaar geleden hadden we het idee om een show te gaan doen met zijn liedjes. En je kan wel 5 shows doen met alleen maar hits, zoveel hits heeft hij geschreven. Maar ook over zijn leven, roerige leven kan je wel zeggen. En dat is er na een paar jaar met omwegen toch van gekomen. Helaas is hij overleden tijdens... Nou ja, eigenlijk hadden we dat al bedacht en toen overleed hij en toen dachten we, nou, nu moeten we het zeker doen. De jaren 80, jaren 90, maar we gaan ook het leven belichten van George Michael, waar ook een hele hoop over te zeggen is. Ik weet een hele hoop leuke anekdotes die denk ik voor een heleboel mensen nog onbekend zijn. En het wordt ook gewoon stoelen opklappen en dansen, maar ook met een show met een lachend raam.